Dag, mijn lieve soulstartjes. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve leeuw. Voor augustus 2022. Gefeliciteerd met je verjaardag. Het is een algemene reading en ze willen spreken. Dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. We gaan eens even zien. Onderop heb ik een tweesprong. Een beslissing dat genomen moet worden. Linksom, rechtsom. Gaan we terug naar het oude en gaan we richting het nieuwe. Of zijn er twee nieuwe paden waar je tussen kunt kiezen? We zullen zien. Ja, ik heb inderdaad eerder het verleden en het nieuwe. Duidelijk. In het hier en nu. Hier hebben we een bordje richting het verleden, een bordje naar het nieuwe. Wij zitten te broeden op het ei. Ondertussen, door niet te veel te kijken naar het verleden, niet te veel naar de toekomst te projecteren, maar gewoon in het hier en nu te zijn. Te weten dat het komt. Vrede hebben met het komt wanneer het moet komen. En vertrouwen te hebben in de goddelijke timing. In het hier en nu zitten er precies ook nog mogelijkheden. Deuren die opengaan. Dus probeer in het hier en nu te zijn. En ik heb waarom? Nummertje 31 en dat was 32. Oké. Waarom spreekt voor mij over op zoek naar antwoorden. Existentiële vragen. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Wat is mijn missie? Wat is mijn nut? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Waarom trek ik dit aan? Wat levensvragen die hier beantwoord, dat we proberen te beantwoorden op zijn minst. En daarvoor moet er precies niet te veel naar het verleden of naar de toekomst gekeken worden, maar naar het nu. Oké. We gaan het zien. Wat is de energie voor mijn lieve leeuw voor augustus 2022? De kracht, leeuw-energie. Hier ben je. Je staat in je kracht deze maand. Je straalt. Heb de controle. Over je leven. Op zijn minst, zo lijkt het. Maar, oké. Moedig. Stralend, zou ik hier willen zeggen. In je kracht. Oké, we zullen zien waarom. Wat is de uitdaging? Voor mijn lieve leeuw. Hier zou ik willen zeggen zelfliefde. Maar goed, ik heb de aas van kelken. Een nieuw begin in de liefde. Een hernieuwd begin. Je hart openstellen. Emoties die vloeien. Emotioneel openstaan is de uitdaging. En de keizerin. Stierenergie in Venus. Op een vrouwelijke energie. Op een moederlijke energie. Zij heeft vertrouwen in zichzelf. In het universum. Blijft op haar troon. Stralen. En trekt de mooiste dingen naar haar toe. Maar dat is de uitdaging. Oké. Wat is het advies? Dus de uitdaging, ja. Openstaan voor iets nieuws. Nieuwe aantrekken. De keizerin spreekt voor mij ook heel veel over persoonlijke groei. Jezelf, ja, jezelf die onvoorwaardelijke liefde geven. Ik krijg hier inderdaad in de uitdaging het gevoel dat inzien dat je genoeg bent. En de liefde die je zoekt bij anderen, bij jezelf proberen te zoeken en te vinden. Maar goed, wat is het advies? De magier. En we hebben nog grote arcanen. Wel ondersteboven. Dus dat vind ik een heel bijzonder advies. De magier zegt dat je alles, of geeft mij aan, dat je alles in eigen hand hebt om je eigen realiteit te creëren. Je hebt magische krachten. Ondersteboven. Kan het spreken over onrealistische doelen, manipulatie, je krachten negatief gebruiken, maar dan kan me niet voorstellen dat dat het advies is. Dus enigszins misschien inzien dat je de dingen naar je toe trekt als je je afvraagt waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren, omdat je dat aantrekt, omdat je dat negatief manifesteert, omdat je ervan uitgaat dat het toch altijd zo is geweest, dus dan zal het altijd zo blijven komen. Voor mijn gevoel niet de eerste keer dat ik dat tegen een leeuw vertel. Of in een leeuwenreading, maar we zullen zien. En wat is dan de uitkomst? Geen genoeg. Ik heb de dwaas. Een sprong in het onbekende. Een heel nieuw begin. Hier ben je luchtig. Ontdaan van bagages. Vertrouwd in jezelf. In het universum. En springt. Het oordeel. Versie 2.0. Dat herrijst uit de dood. Een halleluja moment. Een verlossing. Hier ben je inderdaad een
voor mijn gevoel een karmische cyclus aan het afronden. En een heel nieuw begin. Een nieuwe jij. Die vol vertrouwen. Hier straal je en heb je wel vertrouwen. Maar het kost je precies wel doorzettingsvermogen om dat vol te houden. Je moet gewoon zijn. In volle onvoorwaardelijke zelfliefde. Onvoorwaardelijke liefde in het algemeen. En dan heb ik er dus een heel mooi nieuw begin. En ik heb de 2 van zwaarden. De 2 van zwaarden spreekt over besluiteloosheid. Niet kunnen kiezen. Ja, ik heb juist wel heel veel helderheid en een verlossing. Dus we komen uit die 2 sprong uit de besluiteloosheid. En we springen. Oké. Onderop heb ik de 5 van zwaarden. Inderdaad, een soort van op zijn minst intern conflict. Allemaal 5 achter elkaar. Dus er is absoluut wel verandering op komst. Maar verandering brengt stress met zich mee. En hier brengt dat, ja, of dan wel verlatingsangst, bindingsangst, bang voor het financiële tekort, er alleen voor te staan. Het zijn uitdagingen. Maar er is vooral voor mijn gevoel een interne strijd die hier overwonnen wordt. De strijdbel wordt begraven. En met geduld en tijd, heel veel heling, vinden we een mooi compromis. Okay. We gaan verder neuzen. Verklaar waarom Leeuw de kracht heeft, kracht nodig heeft, moed, doorzettingsvermogen nodig heeft in augustus. Verklaar de kracht in augustus 2022 voor meneer Leeuw. De 7 van kelken. Ja, hier komen we inderdaad uit een emotionele verwarring. Uit een besluiteloosheid. Oké, ik ben blij dat ik die hier ook al zie. De besluiteloosheid is er wel. Hangt er vanaf hoe we het bekijken. Ja, er is hier iets dat kan... als het over een connectie gaat, heb ik hier... een disharmonie en het verleden loslaten. Iets dat emotioneel niet vervullend is. En dat kost kracht. Intuïtief weten we het. En dan is het einde van een fase. Even zien. Ja, ik heb... Het is een beetje dubbel. Rationeel is er een besluiteloosheid. Een emotionele afsluiting. Hier voel je het niet, je ziet het niet. En daardoor kunnen we niet kiezen. Terwijl dat als we het voelen, hebben we het heel helder. Tussen alle opties en mogelijkheden is het wel helder wat je wilt. Iets nieuws. Een nieuw begin, tastbaar en concreet. Dit is een cadeautje van het universum. Het kan zijn dat het op zich wel helder is. Dat je het emotioneel wel voelt. Maar op de een of andere manier, er is hier iemand die zich emotioneel afsluit. Omdat deze energieën zo tegenstrijdig zijn, kan het zijn dat het over 2 verschillende energieën zijn. Iemand die het emotioneel wel weet en uit die verwarring komt. En iemand die dus zich toch nog afsluit. Maar ik heb dus hier een nieuw begin dat tastbaar en concreet is. Het kost je moed, kracht, lef, durf, doorzettingsvermogen. Om daarvoor open te staan, om daarvoor durven te gaan. Ik vind het ook doen. Ik wil weten wat die Aas van Pentakels is. Ik laat het nieuwe begin tastbaar en concreet. Waar mijn lieve Leeuw moed voor nodig heeft. Om daarvoor open te staan. Met de Aas van Pentakels. Dus we hebben iets tastbaar en concreet. Ik mag niet weten wat. En wat is dan deze besluiteloosheid? Om iets te beëindigen. Bang voor pijn, bang voor verdriet, bang voor het einde. Creëert wat stress. Oeh, de keizerin en de koningin van pentakels. De aas van kelken. Ik heb hier absoluut een nieuw begin. Dat emotioneel, waar je je emotioneel voor moet openstellen. Maar dat is precies een beetje lastig. Want we zijn pijn voor hartzeer, verdriet. Er is hier iets dat heel veel pijn heeft gedaan. Het einde van een pijnlijke cyclus met de 8 van staven. Ja, even stop, pas op de plaats. Het creëert wat stress. Slechte communicatie, weinig communicatie.
En dan heb ik je, de keizerin. Stierenergie in Venus. We zullen zo meteen zien in een uitdaging wat hij hier doet. En de koningin van Pentakels. De koningin van Pentakels komt hier ondersteboven. Dus ik heb hier iemand die wat onzeker is. Financieel. Of dan wel zichzelf niet de zelfliefde geeft. Nee, pardon. De hele dag al mijn keelchakra die niet helemaal open staat. Die zichzelf niet de zelfliefde geeft die ze nodig heeft. En zich daardoor een beetje afhankelijk opstelt. De keizerin is een oppermoedelijke, oppervrouwelijke energie. Ik heb hier twee entiteiten, want die zeggen eigenlijk precies hetzelfde, maar de ene staat recht overeind en de andere is ondersteboven. Dus er is hier iets dat beëindigd is geweest. Er is hier... De krachtkaart kan trouwens ook spreken over vergeving. Waardoor we emotioneel afgesloten zijn, dan niet voor openstaan. Onszelf aan het bemoederen zijn. Dus er is wat stress. Ik vind dit toch een hele bijzondere combinatie. Ja. Er is ja, emotionele afsluiting en tegelijkertijd heel veel helderheid en actie en een nieuw doel en een besluitvaardigheid. Dus het is heel dubbel. Dus wat is de uitdaging? Want ik vind deze kaarten lezen al een uitdaging. Naar de uitdaging. Die hoogpriesteres die blijft ondersteboven komen vandaag. Dat is onwaarschijnlijk. Hier in de uitdaging vind ik het wel logischer dan in het advies. Ik heb de ridder van kelken. Vis kreeg schorpioen energie. Dit is de prins op, prinses, op het witte paard. Dus ik heb hier wel een liefdevolle positieve boodschap. Iemand die zijn liefde betuigt. Die emotioneel iets te vertellen heeft. Een nieuw begin eventueel. Maar met de hoogpriesteres... En de drie van zwaarden onderop. Dus ja, er is inderdaad of dan wel bang voor pijn, hartzeer, breuk, verdriet. Of dan wel... Ja, dat is het. Of het is net nog gebeurd en we zijn nog aan het helen. We zijn nog emotioneel een beetje afgesloten. Dat kan. Dus ik heb hier de prins op het witte paard. Ik heb de hoogpriesteres. Dit spreekt over je intuïtie niet volgen. Stiekem. Niet communiceren, zwijgen. Het is precies alsof je weet. Je weet hier iets, maar je spreekt het niet uit. En voor mij zijn dit ook twee verschillende energieën. Deze spreekt wel. Deze komt wel aan met... Ja, maar ik vind je wel leuk. Ja, deze is... afgesloten. Ik heb de schildknaap van Staven. Een nieuw avontuur, een nieuw begin vol bezieling en passie. Hier ondersteboven kan het iemand zijn die zo heel theatraal, heel naïef. Mm-hmm. Er is hier iemand die precies geen bagage heeft. Kan een jongere, prillende energie zijn. Maar die daardoor, ja, die voelt het en dat is heel helder en die wilt. En ik heb iemand anders die veel meer bagage heeft, waardoor emotioneel afgesloten. En de zon. De gelukkigste kaart van het dek, maar ondersteboven. Het kan spreken over jezelf overschatten. Ijdelheid, overdrijven. Theatraal heb ik hier ook wel. Iemand die zichzelf nog wel heel leuk vindt. Maar dus ja, ik heb hier iets nieuws. Maar ik heb hier iemand die daar niet emotioneel volledig voor open staat. Met de ridder van kelken en de keizerin hier in de uitdaging. Goh. En de zon. Ik heb het gevoel dat het iemand is die je zo een beetje op een piedestal heeft zitten. Of jij hebt die persoon op een piedestal. Maar een beetje te hoog inschat. Waardoor. Hmm.
waardoor emotioneel een beetje afgesloten. Oké. Professioneel. Ja, ik heb een nieuw begin dat misschien wel voor heel veel zelfstandigheid en onafhankelijkheid zorgt. Dat is iets vanuit je hart. Maar je bent bang dat je jezelf overschat. Hebt. Verklaarde magier in het advies. Want dit blijft nog tot vooralsnog de meest intrigerende reading. Oké. Wauw. Heel veel eindes hier. Dus, we manifesteren hier precies het negatieve. Dus het is tijd om dat in te zien. Ik heb de koningin van staven, Leeuwram Boogschutter energie. Dit ben jij, op je troon. Sexy en wel. Creatief, ondernemend, zelfstandig, charismatisch. Ik heb de drie van kelken. Genieten van het leven, samenkomen, daten. Dit kan spreken over een verzoening. En de zes van zwaarden waarbij we varen naar rustige waters. Hier zijn alle gedachten op één lijn. Dit is geen, geen strijd niet meer. Geen conflict intern, zeker niet meer. We varen naar rustige waters. We genieten van het leven. We staan in onze kracht. Oké, leuk. Maar lopen we weg? Geniet van het hier en nu. Ja. Als je je afvraagt waarom de dingen niet lopen zoals je wilt, is het omdat je dat stiekem manifesteert. Ik heb hier een uitdaging, absoluut een vorm van onvoorwaardelijke zelfliefde die je jezelf mag geven, maar die nog een uitdaging is. Dus daar is nog persoonlijke groei dat mag plaatsvinden. Dat zou absoluut een cadeautje van het universum kunnen zijn dat jouw kant op komt. Maar wat ik zeg, er is hier iemand die emotioneel afgesloten is. Die er niet voor open kan staan. Het verleden, het nieuwe. Er zijn er twee aanbiedingen. Want we hebben wel keuze inderdaad. Dus ja, in het advies, let op wat je manifesteert. We hebben nu 28 juli, nog voor augustus dus, onze nieuwe maan in Leeuw. Dus be careful what you wish for. Manifesteer de mooiste dromen, maar zonder enige vorm van angst, maar vanuit pure vertrouwen, zelfvertrouwen, onvoorwaardelijke liefde. Geniet van het huidige moment. Vier het leven, vier je verjaardag. Heb vertrouwen in jezelf. En ergens zou ik willen zeggen, laat iets achter je liggen. Als er iets is dat als manipulatief of controlerend aanvoelt. Niet het juiste is wat jij gemanifesteerd hebt. Verklaar de drie van kelken. Het zijn dus heel veel. Het zijn allemaal grote arcanes. Wauw. De drie van kelken wordt verklaard met de tien van staven. Het einde van een vermoeiende zware cyclus. Waarbij je het gevoel hebt gehad alles alleen te moeten dragen. Je weet niet meer waar naartoe. Dus deze verzoening of samenkomst. En dat kan gewoon vriendschappelijk zijn. Maar er is soul tribe energie hier. Genieten van de dingen. Betekent het einde van een zware vermoeiende cyclus en dan de zon, de ster, de hermiet en de boogschutter energie met de zegenwagen. Vol gas vooruit. Voor sommigen, ik heb drie verplaatsende kaarten. Dus is dit een nieuw begin waarbij je echt een nieuw huis, een verplaatsing, een reis, kan. Iets waar je heel gelukkig van wordt. Ja, er is heel veel vertrekkende energie hier. We komen uit een gevoel van vast te zitten.
laten emotioneel iets achter dat niet meer voldoeninggevend is op zoek naar ons geluk. En het stond in de sterren geschreven. Het kost kracht en moed. Maar we krijgen een mooie balans, evenwicht. Ik heb hier een heel liefdevol persoon. Soulmate connectie. Dus ja, het stond in de sterren geschreven. Met de hermiet, maagd energie. Er komt ja, maagd, waterman, leeuw, boogschutter. Heel sterk, vissen, stier. Leeuw. En rauw. Maar ik zeg veel grote arcanes. Dus ja, de antwoorden binnenin jou zoeken, helen en dan je zon, je licht stralen. Dit is een intern proces, ja. En tegelijkertijd, voor mijn gevoel, heel erg naar de buitenwereld toe ook. Wat ik zeg, voor sommigen is het een verplaatsing, een verhuizing, een reis. Die heel veel heling met zich meebrengt. Heel veel antwoorden. De antwoorden die je zoekt zitten in jou. Maar door je even terug te trekken of vakantie, reis, kun je tot antwoorden komen. Ik heb heel veel heling dat plaatsvindt. En ik heb de gelukkigste kaart van het dek. Dus je vaart echt wel richting jouw geluk, richting de zon. Je staat hier recht in je kracht. Het voelt allemaal rustiger aan. Alle gedachten zijn aangeleid. Maar dus jouw advies. Geniet van het hier en nu. Probeer de antwoorden binnenin jou te zoeken, want ik heb echt wel nog een heling die plaatsvindt. Die onvoorwaardelijke zelfliefde. Sta in je kracht, zie hoe mooi je bent. Oké, en wat is dan de uitkomst? De dwaas, de sprong in het onbekende. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik heb al de keizer, het verleden loslaten. Ja. Ik heb een hele trage ridder. Geluk naar moeilijke tijden. Koningin van Zwaard. Ik ga nog. Zij beslist. Kijk, jammer, ja. De geliefde, echt waar. Ik krijg hier de koningin van Pentakels. Nice. Die hadden we hier ondersteboven. Hier doe je de dingen vanuit zelfliefde, zelfzorg. Ik heb twee koninginnen. Twee vrouwelijke energieën. De koningin van Zwaard is iemand die keihard beslist. Van haar hart een steen maakt. Het verleden achter zich laat. Vanuit zelfliefde, vanuit zelfzorg. Met de koningin van Pentakels. En open staat voor het nieuwe. Een sprong in het onbekende waagt. Zichzelf verlost. Misschien omdat er iemand zich emotioneel afgesloten blijft voelen. Dat kan. En als dat inderdaad niet tot een succes gebracht kan worden. Met de zes van staven. Dus ik heb een heel nieuw begin. Maar dit keer vanuit eigenwaarde, zelfliefde, het juiste doen voor jou. En we keren voor mijn gevoel wel de rug toe naar het verleden. Niet meer zoveel naar het verleden kijken. In het hier en nu zijn. Wat is nog de boodschap van het universum voor mijn lieve leeuw? De 10 van lente, ja. Het einde van een zware vermoeiende cyclus. Vraag anderen om hulp. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Gebukt gaan onder te veel verantwoordelijkheden. Vrienden, familie, je hebt mensen om je heen. Je moet het niet allemaal alleen doen. Loslaten. De dood, schorpioen, energie. Laat het verleden los. Een einde dat de weg vrijmaakt voor nieuwe mogelijkheden. Tijd om verder te gaan. Moving on. Het wiel, het rad van fortuin. Geen vertraging meer. Ja, en hier heb ik inderdaad heel veel versnelling en beweging. Plotselinge en onverwachte meevaller. Een nieuwe auto of een reis. Voor sommigen absoluut een reis. Goddelijke timing, er is een shift. Hier hebben we lang op gewacht. En de aas van zwaarden. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden op je pad. Het is belangrijk helder en correct te communiceren. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden. Als je in het hier en nu bent, gaan er precies nieuwe deuren voor je open. Iets dat in de sterren geschreven staat en wat je verdomde gelukkig kan maken. Helderheid, inzicht, waardoor je kunt beslissen, waardoor je knopen kunt doorhakken en voor mijn gevoel inderdaad het verleden hier achterlaat. Vanuit zelfliefde. En emotioneel open gaat staan voor nieuwe dingen, zonder bagage. Want
ik heb wel van allerlei nieuwe dingen. Dank u. Aanpassingen zijn nodig. Wat hebben we hier? Meditatie, meditate en contemplate. De nieuwe maan in vissen. Ja, dat is een vissenperiode. Eind maart. Eind april, maart. Eind februari, maart. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Maar mediteer en contempleer. Ben in het hier en nu. Trek je af en toe een beetje terug van de maatschappij. Zoek de antwoorden binnen jou. Er zijn aanpassingen nodig om dichter tot jezelf te komen. Iets dat je weigert te zien, voor mijn gevoel zie je het hier wel helder. Breng je leven op orde. Wat komt er niet langer overheen met wie je nu echt bent? Wat ik al zei, de keizerin, man of vrouw, het is een hele mooie energie. Zie hoe mooi jij bent, hoe sterk je bent, hoe sterk gegroeid je bent. En wat past er dan niet meer in jouw leven? En dan komt alles tezamen, intuïtieve invallen, zielsverwanten. Dus wat komt er niet meer overeen met wie je nu echt bent? En laat dat los. Dat kunnen... Ah ja, oké. Okay. Dat kunnen vriendschappen zijn die je te veel energie kosten. Een levensstijl, te veel buiten komen, te veel feesten. Trek je even terug. Heel. Geniet. En neem de controle terug over jouw leven. Breng je leven op orde. Neem de teugels in eigen handen. Oké. Oké, mijn lieve leeuw. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Wees in het hier en nu. Geniet van je verjaardag, maand. Sta open. Zie vooral wat jou niet meer dient. Hoe gegroeid jij bent. En wat er daardoor niet meer overeenkomt met wie je nu bent. En laat dat los. Ah, hij is nog bezig. Oké. Okay. Ik was even bang. Terwijl ik nu wel eens aan het opnemen. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.